Welkom bij een nieuwe aflevering van Sanang Tori. In deze aflevering praten we met de heer Evert Karto. De politieke situatie rondom het ministerie van Binnenlandse Zaken houdt de gemoederen in Suriname flink bezig. Er is nog altijd geen nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Zowel PL als ABOB menen een kandidaat te mogen aanleveren voor de functie. De breuk tussen de coalitiepartners PL en ABOB lijkt groter te worden, als die niet al definitief is. Vandaag spreken we met een PL-topper over deze complexe politieke situatie. Meneer Karto, welkom in het programma. Nou, de, dankjewel mevrouw Charlette. Er is maandag een coalitietop gehouden met als onderwerp de invulling van de post van minister van Binnenlandse Zaken. Was PL aanwezig uh, op de top en zo uh, so nee, waarom niet? Hier gaan we het hebben over de politieke situatie omtrent uh, het minister van Binnenlandse Zaken. Waarom we het zo aangeven? Uh, er zijn besluiten genomen. Eén, alvast uh, dat de minister van Binnenlandse Zaken, uh, voor covid minister, de heer uh, Bronto Samuori, zijn portefeuille heeft neergezet. En zijn ook reden daarvoor. Uh, hij heeft zijn eer gehouden en dan heeft hij uh, zijn portefeuille eigenlijk in het belang van, van de samenleving en ook de bescherming van de coalitie uh, neergelegd. Maar natuurlijk, als, als je. Zo'n ministerie uh, moet bij mensen, of een nieuwe minister moet plaatsen, moet er een betere komen. Niet een betere, maar iemand die weet van heeft, van heeft over dat ministerie. En er zijn gesprekken gevoerd. Uh, ik was daarbij niet uh, bij de gesprekken. Sowieso is de PL. En daarom, ze praat over, over de kwestie wie wordt voorgedragen. Is desvoorzitter van de partij, van beide partijen. En daarnaast ook het besluit van... De president. De president, uh, u weet, die benoemt en ontslaat uh, ministers. En nu is het wachten op hem wat zijn besluiten gaat zijn, of uh, wat hij gaat doen, of welke besluiten hij gaat nemen ten aanzien van de voordracht die de twee partijen hebben gedaan. Abba heeft de president nu officieel uh, laten weten dat de partij dus een, um, een nieuwe minister eist voor binnenlandse zaken. Hoe kijkt de PL uh, naar uh, dit standpunt van de ABO? Nou, we blijven op het uh, de, de, de akkoord. wat uh, getekend is uh, in 2020. Uh, aan de hand daarvan gaan wij handelen. Dus uh, daarom zei ik, uh, het is wel uh, des, uh, te begrijpen van de president dat het een moeilijk besluit is om te nemen. Maar als er een akkoord, als er een woord is gegeven, dat waarbij uh, een partij die de minister uh, het werk heeft neergelegd wel een ander minister van diezelfde partij dan moet komen. Maar natuurlijk bepaalt ook de coalitie top. Dus uh, we blijven gewoon. We hebben ons deel gedaan. Uh, we hebben ook gezegd: we hebben 28 kandidaten om voor te dragen. Uh, genoeg keuze. Uh, we hebben bewezen dat we genoeg uh, deskundigheid hebben. En mensen met kader binnen de partij. En niet zomaar kader, jonge, jonge mensen. Uh, die we de kans willen geven om ook eigenlijk. Uh, zijn bijdrage te leveren als het gaat om één, de ontwikkeling van Suriname. De jongeren geven ook nu de kans. Uh, waarom zoveel kandidaten en uh, welke kandidaat heeft de voorkeur uh, van de hoor. Kijk, als het gaat om deskundigheid, en u heeft de, de naam gehoord van zelf de directeur van Binnenlandse Zaken, uh, is alleen om aan te tonen: kijk, we hebben genoeg deskundigheid. Uh, we kunnen zelf één persoon voordragen, maar dat bepaalt de, de voorzitter niet. Er is een partijraad en uh, we geven de president de keuze als de president zegt nee. Ieder, en, en, ieder met zijn kaders, zijn, zijn papieren, uh, zijn ervaringen, zodat de president de keuze kan maken en daarnaast die voor uh, uh, te dragen. Want straks, als we maar één voordragen en de president vindt het niet goed, zegt nee, willen hem niet of willen die persoon niet, dan uh, moeten we weer bij de partijraad gaan voor toestemming. Dus we hebben 25 gedaan. Genoeg, met genoeg kader, genoeg uh, uh, ervaring en uh, genoeg deskundigheid. Dus er uh, is genoeg keuze voor de president. Conform de afspraken die gemaakt zijn. Wat zijn volgens uh, de PL de belangrijkste kwalificaties die de nieuwe minister van uh, Binnenlandse Zaken moet hebben om dus, uh, zijn functie goed te doen? Kijk, natuurlijk moet je uh, kennis hebben van het ministerie, je, je moet een beetje bestuurkundig zijn. Daarnaast ook uh, een. Uh, Zeg maar, ervaren, ervaren persoon. Als het gaat om uh, vooral, uh, het ministerie Binnenlandse die nu belast is met het organiseren van verkiezingen, moet je dan daarvoor kennis hebben. En dan, uh, uh, als uh, een minister wordt voorgedragen, staat de partij dan ook uh, bij om zijn bijdrage te leveren als het gaat om deskundigheid op dat gebied. Want uh, het moet een, 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 een goed draaiende ministerie zijn, vooral. In het kader van de organisatie van verkiezingen. Wat vindt de PL uh, van de opstelling van VHP en de president uh, in deze aangelegenheid? Kijk, ik kan niet gelijk praten over wat de PL vindt. Kijk, uh, over mijn persoon kan ik wel zeggen dat dat wel uh, te lang duurt. En, en, en zo'n ministerie kan je niet zo lang laten op een waarnemen. Er zijn afspraken gemaakt uh, binnen de korte tijd dat er een minister wordt benoemd. Uh, maar nu is het zelf, de president is afwezig, is weer uh, uitlandig. En uh, het neemt nog meer tijd. Er is een onderzoek gaande binnen het ministerie uh, van Klaat. Dat zelf uh, door de minister, gewezen minister, uh, is gevraagd om dat te doen. Een klat onderzoek Want er wordt zoveel beschuldigingen gedaan op de minister, op het ministerie. Maar we zeggen van kijk, we zijn eerlijk, we zijn transparant. Uh, we zijn open. Zodat wanneer het klap onderzoek uitkomt. Dan staat het bewijs van dat we geen enkele fraudeleuze zaak of handeling hebben gepleegd. Of tenminste, het ministerie. Minister. Dus daarom wachten we af. Uh, we geven de president de ruimte om zijn keuze te maken. En we verzoeken ook eigenlijk om dit zo snel mogelijk te doen. Hoe verwacht u uh, dat de partij uh, omgaat, omgaat met het verzoek van de ABO? Kijk, we maken daarbij daar ons niet drukker. We zeggen altijd, dat als wat ik in het begin zei: er is een uh, coalitieakkoord, er is een, 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 een akkoord getekend. Uh, als je een minister af bent, uh, moet de partij dan weer een andere minister, minister plaatsen, uh, voordragen. En uh, als dat niet is, dan is er dan een, een woordbreuk. Dus wow, wow. we houden op de uh, uh, gemaakte afspraken, de contract die getekend is. Blijft PL in de coalitie? Uh, en zo, ja, hoe ziet u uh, de samenwerking met ABOP gezien de gespannen situatie? We volgen de actuele zaken. We zien van wat de ABOP niet doet. Daar heb ik het zeg over het ministerie van Sociale Zaken: de onderdirecteuren zijn, zijn ontheven, ontlast van de, de functie. De directeur is ontlast van uh, haar functie. Maar is dit een uh, goede samenwerking met de ABP en de PL? Dus ik zeg gewoon eerlijk: kijk, als zij dat vinden dat het goed is, is het voor hun. Als zij ons niet meer willen in de coalitie, dan stappen we ook eruit. Want het is maar zes maanden richting de verkiezingen. Maar het, nu gaat het al blijken van wat het wordt, Dus daarom zeg ik: al deze uh, beslissingen is de top en de patera. Ik ga mijn uitspraken hier doen, mijn mening ventileren. maar de bes het besluit gaat vanuit de top, want zij gaan in overleg met de, in de coalitietop. Zij praten, zij bespreken bepaalde dingen. Zijn er uh, in initiatieven uh, met de partij om de verhoudingen met ABOP uh, te verbieden? Op dit moment niet, want misschien uh, later, maar op dit moment niet. Kijk, wij willen aparte verkiezingen ingaan. Partij, partij Loer is niet een, een kleine partij om samen te werken met een ieder. We zijn een grote partij. We weten zeker dat we zetels gaan halen. Dus het is eigenlijk samenwerken. Kijk, wij, wij hebben ook in het verleden onze bijdrage geleverd. Maar wat, ik, wat we nu zien is, omdat we de samenwerking bij de komende verkiezingen niet meer samen gaan werken, is, is daardoor die breuk ontstaan. Wat is de boodschap uh, van de PL aan hun achterbaan uh, in de Suriname samenleving in deze uh, situatie? Kijk, ik. Als ik de boodschap moet geven of mag geven, praat ik, het over, uh, praat ik uh, dan over uh, mijn persoon. Bij deze wil ik eigenlijk de samenleving vragen en oproepen om te gaan evalueren. Kijk, we moeten nu gaan evalueren wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal gedaan is. Als we niet gaan evalueren, gaan we niet weten wat, welke keuze we moeten maken. Uh, we hebben gezien van regering. NDP, tien jaar. We hebben gezien, de Brunswick, vier en een half jaar. Ga evalueren, wat willen we hebben, wat willen we bereiken. En mijn persoon, ik ga altijd voor transparantie, eerlijkheid en gelijke rechten voor ieder. En daarvoor ga ik me ook weer sterk maken, want uh, ik heb gezegd, als we uh, 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 eerlijk zijn, transparant leven, rechtvaardig zijn, kunnen we dan eindelijk de samenleving gelijke kansen geven, gelijke kansen bieden en ieder moet gaan profiteren van de rijkdom van Suriname. Dus daarom zeg ik, laten we gezamenlijk evalueren. Laten we de eenheid vormen want niet een partij moet winnen zeg ik. Suriname moet winnen. En als wij als Surinamers zo denken, positief blijven, zal Suriname zeker winnen. Want elk één telt en elk één heeft een bepaalde waarde om zijn bijdrage of haar bijdrage te leveren, alleen om Suriname vooruit te brengen. Hoe blijft de PL zich inzetten voor stabiliteit binnen de coalitie? Kijk, stabiliteit is, is is heel belangrijk. is een prioriteit die wij, wij zetten. Kijk, stabiliteit is meer als wij dan samenwerken. Ieder oproepen. Transparant zijn, zoals ik had gezegd. En daarnaast de middelen, de productie op gang brengen. Want 15 jaar al zien we geen enkele productie in dit land. Dus geen enkele productie. Laten we gaan werken met goede investeerders. Laten we dan die productie op gang brengen. Zodat de stabiliteit blijft. ...en de waarde van onze munteenheid versterkt wordt. Daarna moeten we werken. Maar alleen, zeg ik, geen één partij gaat het land kunnen draaien... ...maar door samenwerken, een ieder bij te, te trekken... ...zodat het balans komt in de regering, balans komt in het parlement... ...dat elke een zijn bijdrage kan brengen op stabiliteit. De voorzitter van uh, de DOE is tot nu toe de enigste voorzitter van een politieke partij... Die, dus, uh, zijn vermogen notarieel heeft vastgelegd. Dit is een doorbraak, een innovatie in de Surinaamse politiek. De heer stelt dat als je het land wilt dienen, je bereid moet zijn om je vermogen notarieel vast te gaan leggen. Dit deelt u ook dezelfde mening als uh, wat de voorzitter van de Doe heeft aangegeven? Nou, natuurlijk, uh, even een punt gemaakt. Als het gaat om je, je vermogen uh, kenbaar te maken. Kijk, het gaat meer om de vertrouwen terug te brengen naar de samenleving. Het gaat meer om transparantie. Het gaat meer om belangenverstrengeling. Want je weet natuurlijk, men zegt altijd, de politiek breekt het land. Maar het kan ook zo zijn dat de politiek het land bevordert. Maar hoe vaak zien we dat? Snap je? Want het gaat zo dat politici meer in de regering komen om zijn eigen belangen te behartigen. Maar dat moet niet zo zijn. Dat is eerder aangekaart. Suriname moet winnen. En als Suriname moet winnen, moeten we naar het algemeen belang kijken. Als je dan schuilt achter het niet uh, openbaar maken van je vermogen, hoe transparant ben je? Hoe vertrouwelijk ben je? Hoe wil je de, 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 de vertrouwen brengen van de samenleving? Want het gaat niet om hoeveel je verdient in de regering, maar het gaat om wat gaat je bijdragen zijn om het land verder uh, te besturen. Is dat geld belangrijk? Of de vooruitgang van de samenleving, van het volk, de economie dan belangrijker. Dus uh, als hij dat zegt, vind ik het ook goed. En zo moet het eigenlijk bij wet vastgesteld worden dat alle politici, eigenlijk of alle partijen hun vermogen kenbaar maken. Want dan wil je, wil je ook weten of die politieke partij of zo'n politieke organisatie in staat is zijn land te besturen. Als je niet in staat bent jouw financiële huishouden goed te besturen. Of te controleren hoe ga je dan een land besturen. Dus daarom, ik ben als jong politici, ben ik de mening uh, toegedaan of eens om laten we dat doen. Want als de partij staat voor rechtvaardigheid, transparantie en sociaal zekerheid, moet het geen probleem zijn om dat te doen. Sta open voor alle uitdagingen. Meer in het belang van het Zinaans volk. Bent u dan bereid om uh, dat wat de voorzitter van uh, de Doe heeft aangegeven, bent u dan bereid om dat te doen? Ik ben altijd bereid. Ik sta ready. En als volksvertegenwoordiger ben ik altijd open. Voor als het gaat om transparant zijn met mijn financiële middelen, mijn vermogen. Zodat de samenleving ook ziet van, dat is zijn capaciteit. Zo gaat hij om met zijn middelen. Natuurlijk uh, sta ik open daarvoor. En ik hoop dat uh, we dan in de toekomst richting verkiezingen, dat alle partijen zo eerlijk en transparant uh, mogen zijn. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Sranang Tori. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u een onderwerp dat u wilt belichten, kunt u gerust een WhatsApp bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sranang Tori. Snel, scherp. Altijd bij de tijd.